uitleg die er aangegeven wordt en waarom je niet geselecteerd wordt. Ja, ik bedoel, daar heb ik allemaal geen boodschap aan. Wat de uitleg ook is, ik zit daar niet bij. Dus nee. Ik bedoel, verder laat me dat, word ik daar warm of koud van zo'n uitleg. Ik bedoel, dat, wat was de uitleg dan? Nou, dat hij vindt dat ik dus bij PSV op een andere manier speel dan hij nodig heeft bij het Nederlands elftal. Oh, dat is de uitleg? Ja. Heeft hij jou gebeld? Ja. Oh. En toen, wat zei jij toen terug? Nou, ik zeg, veel succes trainer. Woensdag. Dat heb jij gezegd? Dat heb ik gezegd, ja. Je bent er niet op ingegaan verder? Nee, ik bedoel, ik denk niet dat, dat iets verandert aan het verhaal. Maar nogmaals, ik ben daar ook helemaal niet... niet geïnteresseerd in verder in zo'n uitleg. Het is ja of nee. En het is nee. Ik bedoel, dan die uitleg die had ik misschien zelf ook wel kunnen bedenken. Want Wim miste tegen San Marino een opgelegde kans. Iets waar de Hollander natuurlijk wel raad mee weet. Ja, er werd natuurlijk gegild in Nederland van het lachen. Ja, ik kan me wel voorstellen. Vond je dat vervelend? Nou ja, het is niet leuk om een middelpunt te zijn van iets... iets wat je zelf ook niet fijn vindt natuurlijk. Maar ja, goed, dat hoort er ook wel een beetje bij. Ik heb er zelf niet zo mee gezeten, eerlijk gezegd. Nee? Nee. Kan je er nu ook om lachen? Ik kan er wel om lachen, ja. Of heb je dat nooit, ja? Ja, het is ook, het was toch ook lachwekkend, ik bedoel. Hij was dolkomisch, ja. Hij was komisch, ja. Je moet altijd zo denken bij zo'n gemiste kans, het maakt niet uit. Want elke keer als iemand ook nog een kans mist in het voetbal, wordt jouw naam weer genoemd. Net als Beb Bakhuis. Ja. Is dat niet mooi? Ja. Dat is toch ideaal, jongen? Ja. Nou, inderdaad. Ik denk dat deze over een jaartje tien nog wel... Over 10 jaar mist er weer iemand een kans en dan zeggen ze weer ala Wim Kief. Ala Wim Kief, ja. En dan komt jouw naam toch weer voorbij. Ja, zo blijf je voortleven in... Juist. In de sport. In de stilte van het bos vragen ze zich nog even af wat de bondscoach Wim nu eigenlijk verwijt. Ik vind dat ik te weinig... Ja. In de 16. Je durft het niet te zeggen. Nee. Je durft het niet te zeggen. In de 16. Maar dus gewoon bij Nederlands elftal wil hij dat ik dieper speel. Waarschijnlijk ben ik bij PSV. Ja, te lachen. Ja, omdat jij het woord 16 niet durft te zeggen. Ja, nee, ik weet dan dat zit jij ineens, dan doe jij ineens aan die voetbaltaal mee. Ja. En dat kan natuurlijk niet, toch? Nee, dat is niet de bedoeling, nee. Wat gaat om de hervattingen, dat weet je. Spelhervattingen. Opletten, hè. Daar gaat het om in het voetbal. Elke wedstrijd wordt beslist in de spelervattingen. Wim weet weer een nieuwe voetbalterm. Aan hetzelfde touw trekken. Dezelfde kant op trekken. Aan het touw. Dat is ook weer een nieuwe die ik... Is dat nieuw? Ja, die heb ik ook weer pas gehoord. Aan dezelfde kant van het touw trekken? Ja, dezelfde kant op trekken. Touw. Dat is de uitdrukking? Ja. En dan vraag jij ook om uitleg of niet? Nee, ik laat het allemaal maar... Je laat het maar gaan? Over me heen komen. Ja? Jij vindt het wel goed? Ja. Nou Willem, laten we hopen dat het allemaal goed komt. Ja. Wat goed komt? Nou, met jou. Dat je toch misschien weer toch nog bij het Nederlands elftal komt. Of met PSV weer een beetje gaat lopen of zo. Want anders, want het is niet, echt even niet om aan te zien, nou, toch? Ja, het is een tussenfase. Oh, is dit een tussenfase? Ja. Weet de mos dat ook? Ja.